neemt hij wel eens een meisje mee naar huis? Ja. Daar is hij nog helemaal niet aan toe. Natuurlijk wel, joh. Joh, die jongen zit vol hormonen. Nou, hij niet, hoor. Kom op, nou, Anneke, niet zo naïef. Ik ben niet naïef, hoor. Even nu niet, schat. Mama is even met tante Anneke aan het praten. Zeg, lievertje, heeft je neef nou al op de brommer gereden of zit je oom er nog steeds op? Ja, dat dacht ik al. Ga maar bier halen voor oom Robin en de mannen. Opa belde. Als je het moeilijk hebt met Luc, dan mag je dat best wel eens tegen ons zeggen, hè? Hé, hey, Vinnie. Ik wil jullie het nog moeilijker maken. Denk je dat papa en ik hem nooit een keer achter het behang willen plakken? Echt wel. Er is zichtbare armoede in Nederland, hè? Zoals bijvoorbeeld een dakloze die om geld vraagt. Of mensen die je in de winkel alleen koopjes of afgeprijsd eten ziet halen. Maar het ergste is de verborgen armoede. Ja, en dus dankzij Simone krijgen deze mensen dus de hulp die ze verdienen. Kunt u daar nog wat meer over vertellen? Het moet een ongelooflijk heftige periode zijn geweest, alleen op dat booreiland. Ja, eerlijk gezegd heb ik dat nu al achter me gelaten. Er is bovendien genoeg over geschreven, over gezegd. Een fotograaf kan hier elk moment zijn en ik vind het hier visueel aantrekkelijker. Ja, maar dit is maar een depot en we willen een wat zakelijkere uitstraling. Waarom ben jij thuis? Het ging niet door. Oh, Vera. Ja, ruzie. Dat meen je niet. Hoe kan dat nou? Ja, misschien heeft zij al afscheid van jou genomen. Ik wilde eigenlijk nog iets anders met je bespreken. Ik ga de stadstuin verkopen. Maar het loopt supergoed. Ja, heel goed. Maar ik wil naar het buitenland. Altijd al eigenlijk. En ja, nu heb ik een restaurant in Kroatië op het oog. En als ik dit een beetje goed kan verkopen, dan staat eigenlijk niks meer in de weg. Jeetje? Ja, ik moet zelf ook best jeetje. Maar als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit.